ja, ik ben altijd wel erg overtuigd geweest van mijn talent. En dat irriteert wel eens. Maar ik zie nog steeds geen reden om dat niet te zijn. Dag dames en heren. Zonder valse bescheidenheid is Freek de Jonge ruimhartig overtuigd van zijn talent. Ik ben altijd in staat om mezelf te verklaren, om mezelf uit te leggen. En er een. Ja, ik heb wel de pretentie dat ik eerlijk ben, maar ik geef er natuurlijk altijd een draai aan ten goede van mezelf. Ik zal nooit zeggen van daar en daar deugde ik voor geen cent. Want zelfs dat is pedant. Zijn biograaf schrijft: Freek de Jonge, de grootste naam van het Vaderlandse cabaret in haar 120-jarige geschiedenis. Maar ik heb je in 20 jaar geleerd om voor jezelf op te komen, je eigen persoonlijkheid. Nooit achter iemand aanlopen, nooit iemand naroepen. En wat gebeurt er? Gaan ze met z'n allen action zitten plat. Freek de Jonge heeft de naam van een wat chagrijnige bedweter. Dat komt door zijn wat gepekelde uitspraken over jonge collega's en Peter R. de Vries. Voor de zoveelste keer is het weer een vervelend gesprek, omdat ik weer hier in, Nou, lach dan ook eens een keer. Vertel eens een leuke grapje, want cabaretier, kom. Ja, ja. Freek, zou je willen zingen? Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. In dit televisiemonument voeren we een gesprek, een gemoedelijk gesprek. Freek blijkt een amabel verteller te zijn die met humor en zelfspot terugkijkt op zijn beroep. En de mensen die daar een hoofdrol in speelden. Zitten ze. Ik kom niet. Meestal is het zo, als zij blijven zitten, dat er dan iemand komt. En die zegt, de majesteit is er, wilt u daar rekening mee houden? Maar, nou ja, ik zeg, u vraagt niet aan de majesteit of ze zich aan mij aanpast. Dus dan vraagt u ook niet aan mij of ik me aan de majesteit aanpas. U raadt nooit wie daar, die ik net tegenkom. Hoe weet u dat? Nee, ik kom hier aan en toen kreeg ik net het draaiboek in de handen. En we zijn helemaal volgens het draaiboek. Er staat, Hare Majesteit de Koningin vertrekt, Freek de Jonge arriveert. Ben jij nou een miljoen keer geïnterviewd? Nou, een miljoen keer is overdreven, maar veel. Veel. Ja. Hoe moet je eigenlijk een goed interview met Freek de Jonge na 1000 interviews beginnen? Nou, je moet weten dat ik bereid ben om een oprecht antwoord te geven. Ja. Je moet van me houden. Je moet me vertrouwen. Je moet oprecht in me geïnteresseerd zijn en weten dat ik veel fouten maak, maar het toch het beste nastreef. En je moet vooral vragen wat je wil. En ik vind het prettig als er ook kritisch gevraagd wordt over onderwerpen. Ik heb natuurlijk door de jaren heen afwisselend hoogmoedig en nederig opgesteld. Dus daar valt ook wel wat over te zeggen. Ik heb mensen flink aangepakt. Ik ben misschien in de loop der jaren iets milder geworden. Het zit niet goed met onze aarde, zei de vader tot zijn zoon. Die toen al zijn moed vergaarde, want hij dacht al aan zijn kroon. Hoe staat het toch met moeder aarde, vroeg de ezel aan de dood. Hoe groot is nu nog het gevaar dat ik me aan die rotsteen stoot? Ik voelde me altijd op mijn gemak bij volwassenen. Als kind? Ja, als kind. En was echt nieuwsgierig wat die volwassenen allemaal. En hij had al bij de hand opmerkingen. En wist hoe ik me geliefd kon maken. Of dat ze zei, wat een leuk ventje is dat. En dat interesseerde mij. Ik heb natuurlijk een rare. En met de jaren wordt me dat eigenlijk wel duidelijker. Hoe ik vanaf mijn 4e met mijn vader meeging naar de kerk. Ja. En daar zat ik, met 2 pepermuntjes in mijn hand. En een kosteres die tijdens de kerkdienst af en toe eens even mijn neus flink snoot. Mm-hmm.
daar ben ik toch als het ware, je kunt zou kunnen zeggen, gebrainworst, maar natuurlijk spelenderwijs met een aantal dingen in aanraking gekomen die eigenlijk heel erg diep waren. Er zijn in ieder domineesgezin klassieke verhalen. Een van de anekdotes was eigenlijk dat mijn vader intrede deed in Westernieland. Dat was ergens halverwege de oorlog. En mijn vader komt bij de inwijding samen met zijn collega die dat dan zal doen door het gangpad de kerk binnengelopen. En de gemeente staat op en zingt: ik hoor trompetten schallen, de vijand is nabij. Ik ga nu iets heel raars doen. Ik ga piano spelen terwijl Louis van Dijk er is. En ik ga zingen terwijl Seth Gijkema erbij zit. Zondagmiddag 1950. Met mijn vader naar de kerk. Voor mij is het een wekelijks uitje. Voor hem is het zijn dagelijks werk. Heb je dat loodzware van je vader? Was je vader een loodzware? Was mijn vader een loodzware? Mijn vader was een... Het is bijzonder. Mijn grootvader was een zoon van een landarbeider in Zeeland. Volkomen kansloos. Maar hij kreeg een roeping. Daarvan, je lacht er al om. Daarvan kun je zeggen van, is die roeping... Als jij thuis komt en zegt, de Heer heeft mij geroepen en ik moet mijn leven in zijn dienst stellen. Ja, je kan ook zeggen, ik wil hier weg. Ja. De roeping is ontsnapping. Ja, roeping is maken dat je wegkomt. Ja. En hij is van daaruit is hij dan evangelist geworden. Dus dat zijn oudste zoon predikant ging worden, dat was vanzelfsprekend. Jongetje, op zondagmiddag in de ban van vaders stem, dat niets begrijpt, maar heel goed luistert. Of hij zacht klinkt, of met klem. Zijn vroege jeugdfoto's zijn onmiskenbaar al de latere Freek. Een parmantig kereltje met een bril met veel te dikke glazen die met grote oplettendheid de wereld beschouwt. Geboren in het gehucht Westernieland. Een naam die zo door Freek zelf bedacht zou kunnen zijn. De foto's van Waleer laten een gelukkig kind zien. Freek groeide op in een warme omgeving. Zoon uit een streng geslacht van dominees. Grootvader en vader zagen hun levensweg in de schaduw van de kansel en kerk om de mensen een blijde boodschap te brengen. Freek koos voor de kansel van het theater. Zijn kerk bracht een zeer blijde boodschap, maar net als bij vader, grootvader, het stichtelijk woord ontbrak nooit. Gemeen hebben beide beroepen ook dat het in de openbaarheid functioneert voor het oog van kritische kritikasters. Een slecht optreden wordt meedogenloos gekraakt in de pers. Een dominee wier aanstaande echtgenoot al zwanger is voor de voltrekking van het huwelijk moet in pijnlijke nederigheid boete doen. Je bedoelt dat mijn moeder zwanger was voordat ze gehuwd waren? Ja. Ja, ja, dat zou dus voor de gemeente een schande zijn. Dat ze zei, ja, maar ze zijn nog niet eens 9 maanden getrouwd. Dus toen is mijn vader op de fiets gestapt en is alle gemeenteleden langs gegaan om ze dit te vertellen. En om alvast bij voorbaat vergeving te vragen of... Daar lachen we nu om. Maar zo ben ik wel grootgebracht, ja. Met dat morele besef. Ik heb ook altijd sterk het gevoel gehad dat ik me moest verantwoorden over dingen. En zo zou ik nog wel uren door kunnen gaan. Er zit een man in een restaurant en die heeft zijn handen ten hemel. Hij roept de ober en zegt, er loopt een vlieg over mijn soep. Waarop de ober zegt, Jezus is terug op aarde.
Heerlijk om eens zo'n blasfemische opmerking te kunnen maken, dames en heren, zonder dat er represailles op volgen. Mijn moeder had, als je de serie Keeping Up Appearances ziet, dan is dat mijn moeder. Ja. Ja, Keeping Up Appearances. Mijn moeder had echt het gevoel, ja, die komt uit de bourgeoisie, echt de... Heel anders dan van mijn... Dus mijn grootouders van vaderkant waren echt kleinburgerlijk, maar mijn moeder was dan grootburgerlijk. Mijn moeder, ja, misschien omdat ik natuurlijk naar haar vader genoemd ben, ik was een beetje haar poulain. Misschien door mijn ogen ook handicap. Ze kon verschrikkelijk om mij lachen. Ik kon haar ook echt aan het lachen maken. Ja, er werd wel veel gelachen bij ons thuis. Ja, het wonderlijke is dat theater speelde bij ons natuurlijk geen enkele rol. Ik ben in 1958... twee straten verder gelopen om bij een vriendje thuis naar Toon Hermans te gaan kijken, die zijn eerste one-man show op televisie deed. En wat vond je ervan? Ah, dat was verpletterend. Daar ben ik betoverd. Dus toen was ik 14 jaar. Of nog geen 14 jaar. En toen had ik al mijn ervaring op de middelbare school. Heb ik een scholenavond gedaan voor de jeugdleden van de schoolvereniging. En daar heb ik eigenlijk een enorme bevestiging gekregen voor wat ik kon. Ja. Want daar lag het publiek echt. Ja, het was bijna hysterisch van het lachen. Zaten ze daar in die zaal. En dus toen ik daarna korte tijd erop Toon Hermans op de televisie zag, ja, was het natuurlijk heel simpel om te denken, ja, dat wil ik ook. Zo in je eentje op dat toneel staan en dan maar, ja, vrij associërend een avond vullen. Goede raad is duur, sprak een der blinden. Nogal van het zuinig type. Als we dan niemand kunnen vinden, dan nemen we toch mij, hiep, hiep. De geboorte van het duo Nederlandse Hoop in 1968 begon met een knal. 10 jaar later eindigde hun zo succesvolle samenwerking met een luide ontploffing. Tientallen jaren hadden ze op geen enkele manier contact met elkaar. De pijn was vooral voor Bram Vermeulen het felst. Pas later, veel later blijkt, die scheiding ook bij Freek diepe gevoelens op te roepen. Spijt is er bij Freek, zo zal blijken, over de manier waarop het toen is gegaan. De verdienste van Nederlands Hoop is zonder twijfel dat ze het cabaret in Nederland nieuw leven inbliezen. Hun verschijning op de vaderlandse podia is een kantelpunt in de geschiedenis van het theater. Het was begin 67. En ja, vanaf het allereerste moment dat wij elkaar zagen, zijn we aan de slag gegaan. Was dat een klik? Ja. Ja, dat was een klik. De klik was... Bram moet op de een of andere manier gezien hebben in mij. Mijn talent herkend hebben. En Bram had zijn sporen al verdiend als topsporter. Welke sport? Volleybal. Hij was volleybal international. Hij had al meer dan 100 interlands achter zijn naam staan. En dat was dus iemand van de analyse en van de discipline. En dat is heel belangrijk geweest. Toch waren maatschappijkritiek en engagement jarenlang het handelsmerk van Freek de Jonge. Zoals bijvoorbeeld hier, met Nederlands Hoop tegen de Nederlandse deelname aan het WK voetbal in Argentinië. Daar komen de elftallen het veld op en wederom zie ik geen bal. Geef de beul brood en spelen.
Bram en ik zijn begonnen. Tenminste, onze eerste geld dat wij verdienden. Ja. Mijn vader stond in de Bild in 1967. En was natuurlijk ook zeer bezig met hoe zijn zoon aan de kost moest komen later. En die had daar in zijn gemeente Dick van het Zand. En Dick van het Zand was de regisseur van Zwiebertje. En Joop Doderer die had genoeg van Zwiebertje. Die wilde een show maken. Nou, wij werden dus via die vader en Dick van het Zand kwamen wij terecht als tekstschrijvers bij de Joop Doderer show. Tekstschrijvers. Eén van de kampregels. Mannen en vrouwen, gescheiden. Oh, nou, dat vind ik een prima idee. Het was echt een drama. Het werd niet leuk. Maar goed, we verdienden daar van de ene op de andere dag 700 gulden in de maand. Dat was verschrikkelijk veel geld. En daar hebben we ook erg... vanaf dat moment was ik financieel onafhankelijk. Wij waren dus, en dat beviel wel? Nou ja, enorm natuurlijk. Hoe lang heb je met Bram zeer nauw samengewerkt? Nou, vanaf februari 67 tot september 79. 25 jaar Nederlandse tv-trofee. Nu thuis in de huiskamer, morgen in de bioscoop. 25 jaar Nederlandse tv. Zelf ben ik 32, dus reken maar uit. Zegen. Dat is goed geantwoord. Naast mij, dames en heren, staat vanavond Bram Vermeulen. November 68 kwamen we in Delft op kamaretten. En daar brakelen we eigenlijk onmiddellijk door. Een paar maanden na hun oprichting in 1968 traden ze al op het belangrijkste cabaretfestival van Nederland, Kamaretten. Ze leken de doodgeverfde winnaar, dacht Freek vooral. Maar het liep anders. Ik weet wel, we stonden op de avond van de prijsuitreiking boven aan de trap. Ja. De derde prijs werd bekendgemaakt. Nou ja, dat die niet voor ons was, dat was volstrekt logisch. De tweede prijs, dat was ook logisch. Er werd nog een aanmoedigingsprijs, dat was ook logisch. Dus, en de eerste prijs, en ik stond al zeg maar met één voet los van de eerste tree. Om mij voorover te laten vallen. En die ging toen naar Donkey Shocking. En dat was, wonderlijk. Laat de kerstklokken maar luiden in de kille winternacht. Kijk de wijzen uit het zuiden, vragen aan de hele wacht. Op zichzelf heeft het ons geen kwaad gedaan, want we hadden meteen ook onze rebelse... We hoorden er niet bij. Dat is een zegen geweest voor ons, hoor, die eerste jaren. De invloed die Bram en Freek hebben gehad op de vernieuwing van het cabaret is groot te noemen. Voor vele aanstormende cabaretiers wees Nederlands Hoop de weg. En was met name Freek decennia lang een bepalende inspirator. De naam Nederlands Hoop leeft voort in een belangrijke prijs die wordt gegeven door de gezamenlijke theaterdirecties. De jaarlijkse prijs voor vernieuwing en originaliteit in de wereld van het cabaret. We vielen helemaal ook in de tijdgeest. En we deden niet wat er van ons verwacht wordt. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven niet gedaan. En als je dus ook ziet in mijn loopbaan naar het eind toe... Waarom is er bij een bepaald deel van het publiek een wrevel tegen mij? Dat komt omdat ik niet mijn kunstje herhaal. Dus al die mensen die je bij De Wereld Draait Door ziet... van Herman Pleit tot en met Bart van Loo... die doen altijd precies wat er van ze verwacht wordt. En dat doe jij niet? Nee, dat doe ik niet. En dan vragen de mensen mij altijd weer... wat verwacht jij nu van de komende 25 jaar? Wat er gebeurde was natuurlijk dat... Bram heeft vanaf het begin af aan geen enkel idee gehad... dat hij ooit in dat vak terecht zou komen. Dat was niet zijn ambitie? Nee,
Hij zou, denk ik, een hele goede volleybalcoach geworden zijn uiteindelijk. In ieder geval aan die kant terechtgekomen zijn. Maar ja, hij zat daar aanvankelijk achter. Dolblij dat hij erachter mocht zitten. Want hij had zelf ook wel het gevoel dat hij nou niet in staat was om dat te doen wat ik deed. Maar naarmate dus we verder kwamen, had hij natuurlijk, begon hij ook ambities te ontwikkelen. Nou ja, daar ontstonden dus allerlei wrijvingen. Je krijgt dan dat je zegt van, nou ja, dan doe jij één dingetje dat en dan doe ik weer twee dingetjes dat. Dus dat was al een heel... Kijk, compromissen heel voor de relatie. Heel merkwaardige chagger was dat al. En nou ja, er gebeurden een paar dingen in de persoonlijke sfeer. Dus toen opeens was het... En het was ook uiteindelijk heel verstandig om te zeggen, ophouden hiermee. Freek de Jonge hield een nieuwjaarsconferentie voor de televisie. En we laten u nog een heel klein stukje daar even van zien. Iedereen heeft tegenwoordig ook weer... collega van mij, waar ik mee begonnen ben, die heeft ook een quiz. Bij Veronica, heb je dat gezien? Even kijken of het mij ook lukt, hoor. 5, 4, 3, 2, 1. Dan moet je even allemaal action roepen. Bij hem doe je het ook. Nee, en ik wil even kijken of ik nog even goed ben. Dan wil je even met z'n allen, hoor. Hey, even met z'n allen action roepen. 4, 3, 2, 1. Action! Dat valt me zwaar tegen. Dat valt me nou zwaar van jullie tegen, weet je dat? Tuurlijk, dat je met hem meeschreeuwt, logisch, is Veronica. Hè, als iemand het vraagt, dan blij je automatisch mee. Maar ik heb je in 20 jaar geleerd om voor jezelf op te komen, je eigen persoonlijkheid. Nooit achter iemand aanlopen, nooit iemand naroepen. En wat gebeurt er? Gaan ze met z'n allen action zitten plat. Ik had wel kunnen roepen, Siet Heil, en zeggen dat dat een oude collega van me was. En hier is die collega, dames en heren, Bram Vermeulen. Ja. Bram, Freek, daar heb je 14 jaar mee opgetrokken. Dat wil zeggen, hij was 14 jaar jouw partner of jij de zijne, ja. Nederlands hoop. Eigenlijk heeft hij nu de vloer met je aangeveegd. Hè? Ben je daar bedroefd over? Ik weet niet of hij de vloer met me aangeveegd heeft. Hij heeft uiting gegeven, hij heeft een mop gemaakt. Daar ben ik niet zo bedroefd over. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Nee, ik bedoel, kennelijk, er zijn twee dingen aan. Kennelijk ben ik belangrijk genoeg om een mop over te maken. Dat vind ik wel aardig, ja. En ten tweede, lukte de meneer in instantie niet. Dat vind ik ook wel aardig. Voor de rest vind ik het wel een aardige mop. Voor de rest vind ik het altijd jammer als je doet wat Freek doet als je namen noemt. Nou, ben je niet boos op Freek? Nee, ik vind zelfs dat hij dat moet mogen, hè. Dat vind ik heel belangrijk. Ja, hij dit niet meer mag, dan moet hij ophouden met zijn vak. Ja, ja, hij moet het wel mogen, maar ik denk als je 14 jaar... Ik zou echt een potje hebben zitten janken, hoor. Als je 14 jaar samenwerkt en iemand doet dat over je... Ja, ik zou misschien ook wel zo flink zijn om te zeggen, oh, doe maar niks. Maar... Ja, we zijn helemaal niet flink. Nee. Wij hebben ons nooit afgezet tegen vrijblijvend amusement. We maakten het alleen zelf niet. Ja. Ik moet ook maar eens een keer zeggen dat... van ons twee, ik degene was die het minst moreel was. Ik zong wel de liedjes. Ja. Daar schreef Freek de teksten grotendeels van. Dus laten we maar zeggen, ik editde die teksten. Ja. Maar die teksten waren altijd echt moreel. Daarom kreeg ik de naam een moreel rakker te zijn. Ja. Terwijl ik denk dat de 10 jaar na Freek en Bram bewezen hebben wie de moreel rakker is. Ik niet in ieder geval. Ja. Dat is het verschil. Hij zat je in de weg? Ja, maar ik zat natuurlijk in wezen hem ook in de weg. Natuurlijk. Dus in 1974 speelden we Nederlands Hoop Express. En daarin deden we iets waar dat dichter bij Bram dan bij mij lag. Ja. En op dat moment hadden we eigenlijk moeten zeggen... Bram gaat door met een bandje en ik ga op mijn manier verder. Dan hadden we dat groots gedaan, een beetje zoals Acta in de Munnik... dat keurig beëindigd hebben. Maar dat hebben wij niet gedaan. Heb je daar spijt van? Ja. Het is niet zo... het brengt niet zoveel op om ergens spijt van te hebben. Het had er eleganter gekund, ja. Zeker. En ik heb geen zin. Oh,
dat was zaterdag 4 september. En twee uur voor aanvang kreeg ik het bericht dat Bram overleden was. En daar heb ik achteraf dan wel spijt van. Dat ik toen niet meteen gezegd heb, nou ja, jammer. Ik had gewoon in dat decor een uur vrijheid moeten praten over onze samenwerking. Dat was mooi geweest. Wat zou je dan verteld hebben? Nou ja, dan zou ik verteld hebben hoe over het verloop van zo'n zaak. Hè? Over de ongelooflijke openheid en onbevangenheid waarop je tegenover elkaar kon staan. En als communicerende vaten onmiddellijk alles wat hij meer over een bepaald onderwerp weet, of alles wat hij aan energie en aan vertrouwen heeft, dat neem je over. Je bent één ding. En je kunt op die energie en op dat vertrouwen kun je eigenlijk zo'n drie, vier jaar kun je voort. En dan gebeuren er dingen. Eén ding was Freek zich bewust toen hij met Hella Asscher trouwde. Ze is een persoonlijkheid die zijn evenknie is. Hella is rijk getalenteerd. Ze is beeldhouwster, ontwerper van kleding en decors, was professioneel danseres, onder andere in de Snippet Snap Revue, schrijft boeken en speelt verdienstelijk viool. In de loop van de jaren is haar rol van echtgenote uitgegroeid tot een allesomvattend partnerschap met Freek. Ze is letterlijk zijn wederhelft en mogelijk de enige persoon op aarde waar Freek de Jonge echt naar luistert. Ik heb haar leren kennen op de verloving van Bram. Ja. In 69. Bijna symbolisch. Ja, een jaar nadat we dus op kamaretten waren. Zij kwam daar terecht en zij was een... Natuurlijk prachtig om te zien. Maar een tamelijk gecompliceerde persoonlijkheid door een moeilijke jeugd. Haar ouders waren gebroken uit de oorlog gekomen. Haar vader had natuurlijk heel veel succes bij de radio gehad. En ze heeft dus ook nog te maken gehad met een beroemde vader. Zij zat tamelijk in de penarie. Je moet deze moet je nemen. Nee, ik moet die niet nemen. Ik moet een test hoger zitten. Ja, jij moet deze nemen. Maar wat zingt hij dan? Hij zingt niet. Hij zingt. Ik had er geen idee van. Ik leefde op een wolk en het ging allemaal prachtig. En zij dansen bij de Snippet Snap Revue. Later heeft ze gezegd, want we kregen al vrij snel een dochter, dat ze die dochter ook uit een soort paniek, een kind nam uit angst. Angst voor mij, uit angst voor omstandigheden. Dan had ze. Dus ze was, Hella was 21. En toen werd Roos geboren. En we waren een gezin. Omdat jij wist dat ik het was. En niet je laatste liefde. De knapste van de klas. Omdat je blozend voor me stond. Naïef. En van de kook. Omdat jij smoorverliefd was. Daarom was ik het ook. Omdat je bij me blijven wou. Ondanks mijn bot gedrag. Die vrijgezellen drift gepikt hebt elke dag. Omdat je maling aan de mensen had. Aan geroddel en gestook. Omdat jij zo graag trouwen wou. Daarom wou ik het ook. Omdat je door bleef vechten op het randje van de dood. Het wrede, tedere leven in je armen sloot. Omdat je onomwonden het huwelijksbed indook, omdat jij zo graag kinderen wou. Daarom kreeg ik ze ook.
Omdat je leven kunt met mij zoals ik ben. Omdat jij altijd anders bent dan ik denk dat ik jou ken. Omdat jij jouw heilig vuur niet verstikken laat in rook. Omdat jij weet wat liefde is. Daarom weet ik het ook. Laten we maar even van elkaar houden. Direct na de breuk met Bram begon Freek de Jonge solo. Vanaf 1980 maakt hij jaarlijks 1 theaterproductie. Maar het komt regelmatig voor dat hij 2, soms 3 nieuwe producties op de planken brengt. De tomeloze drift van een passioneel artiest. Hij is nu boven de 70, maar nog immer bezeten van theater. Aan ideeën geen enkel gebrek, integendeel. In het verleden had Freek de neiging om zijn publiek ver vooruit te lopen en ze in verwarring achter te laten. De laatste jaren slaagde hij er weer ouderwets in om zijn publiek te bereiken. Met het in de pers weer bejubelde programma Als je me nu nog niet kent, weet hij ook weer jonge mensen aan zich te binden. Het absurde uit zijn vroege jaren is verdwenen. Hij brengt nu cabaret dat bij het heden past. Milder, een beetje. Maar de vilijne ondertoon is er nog steeds. En ook het leven kneedt de mens. Het verlies van een kind, recent ook een kleinkind, drukt zijn stempel. Ook op zijn programma. Een klein grapje. Daarvan kan je voelen. Ja, als ik dat... Dus vanuit de improvisatie, als ik dat zo breng, ja, dan heeft het veel meer impact. En dat is dat vak. Dat gaat ook maar door. Ik heb met die muzikanten nu, dat zijn dan jonge jongens, die zitten daar achter avond aan avond. En die zeggen dan, ja, het is altijd anders. Het is altijd anders en je bent altijd bezig. Om te kijken of je nog verder kunt gaan. Of er nog weer woorden uit kunnen. Of het nog weer scherper kan. En dat is ook zo. Ik ben altijd met die show bezig. En dan komen we in België. En daar passen we hem dan helemaal aan België. En dan heb ik dit jaar ook gespeeld. De ene avond in Vlaanderen. En dan de volgende avond in Nederland. En dan eigenlijk twee totale verschillende shows. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ik moest een talentenjacht presenteren. Er komt een man, die komt zo op. Ik zeg, wat gaat u doen? Hij zegt, goe, goe. Ik zeg, ik kan u niet verstaan. Hij zegt, goe, goe. Ik zeg, kan u niet wat duidelijker praten? Nee, dan flikkeren die knikkers uit mijn bek. Ik zeg, geef me een hand, kan ik? Dan donderen die plakieten onder mijn oksels vandaan. Ik zeg, maar waarom gaat u niet gewoon rechtop staan? Dan weet het konijn in mijn hekel. Er gaat eigenlijk een fijn talent verloren met mij. Al werd ik wel steeds grover de laatste tijd. Je hebt zelf een paar keer nogal hard kritiek geuit in het openbaar over een jongere collega. Mm. Om het eufemistisch te zeggen, dat is je niet in dank afgenomen. Nee, dat is het. Lig je daar wakker van? Nou, nee, wakker lig ik nergens van. Ja, ik zou zeggen, stel je in verbinding met justitie en zeg wat je ontdekt hebt en dan is het aan hun om het op te lossen, om daar televisie van te maken. Dat vind ik dus geen manier. Nou, als je denkt dat het zo in de wereld werkt. En bovendien, je bemoeit je alleen maar met ongevaarlijke criminelen, want je bent natuurlijk ook eens de dood dat je een keer een kogel door je kop krijgt. Dus het is heel simpel, je komt met de kleine kruimeldief aan. Dit slaat nou toch werkelijk alles zo langzaam. Ik heb je één keer in beeld gezien met Sam Klepper. En toen was je werkelijk... Nou, dat heb jij nooit gezien. Benauwd. Dat heb jij nooit gezien, vriend. Nee, want ik ben nooit van mijn leven in beeld met hem geweest. Nee, jongen, dat is Steve Brown. Je weet niet waar je het over hebt. Oh, Steve Brown, ja. Je kletst uit je nek. Nee, helemaal niet. Je weet het gewoon niet. Ik vergis me in een naam, dat kan toch gebeuren? Dit komt niet meer goed, jongens. Freek, zou je willen gaan zingen? Het vervelende is, ik ben nu geloof ik voor de 4e keer in dit programma. Ja. Ja. Ik kom altijd met een van jullie gasten in conflict. Yo, zou dat nou komen? Hella zegt dan tegen mij, je moet dus ophouden zo te drammen. Want ja, ze weten helemaal niet waar je het over hebt. Nou, voor mij is het eten en drinken. Zo simpel.
Dus ik heb Jaap van der Wal een keer een oudejaarsconferentie gezien, waar hij toen helemaal aan het eind kwam hij in een restaurant. Daar zat Willem Holleder aan een tafeltje. Had zijn scooter ernaast geparkeerd. En dat was hartstikke leuk. En één tafeltje verder zat zijn bodyguard. En die bodyguard, die ziet hem dan naar Willem Holleder kijken. En die staat dan op. En die loopt naar hem toe en die zegt, jij bent toch die... ga jij Willem eens een grap vertellen? Want die houdt wel van een geintje. Nou ja, dat is natuurlijk een schitterend moment. Kijk, dat vertelt hij dan aan het eind. Terwijl als hij dat aan het begin zit, kan hij daarna een hele conferentie houden tegen Holleder. En dan kan hij zeggen, ja, eigenlijk had ik dat moeten zeggen, maar ja, dat durf ik tegen Willem Holleder. En dan heb je dus de hele spanning. En dan kun je helemaal het hele jaar vertellen van hoe het eigenlijk... En dan denk ik, ja, dat is dus een gemiste kans van heb ik jou daar. Nou ja, zo zie je vaak dingen waarvan je denkt, goh, had me even gebeld. Ik doe dit voor de mensheid. Ik doe dit voor mijn vrouw, voor mijn kinderen. Ik doe dit voor Nederland. Ik doe dit voor de wereld. Ik doe dit voor... God mag weten wie. Bang! Ik heb nog zo'n ouderwets pistool waarbij je zelf bang moet roepen. Word je wel eens gebeld? Jawel. Ja. Birgit Kaandorp heeft mij een keer gebeld. En ja, ik zeg ook altijd onmiddellijk, doe het niet of trek je er niks van aan. Ik heb ook wel eens masterclasses gegeven. Ja, mijn eerste vraag is dan altijd, wil je de top van dit vak bereiken? Of wil je gewoon lekker een beetje mensen amuseren? Nou, als dat laatste het geval is, heb ik ze weinig te melden. Willen ze echt het hoogste, ja, dan moet je ook hard aanpakken. Ja. Hoe oud ben je? Ik ben over 6 weken 71. Freek de Jonge is een uitzonderlijke eenling. Hij heeft zijn geheel eigen spoor getrokken door de werelden van theater en televisie. Maar ook een eenling die zonder uitzondering er altijd naar streefde om een groot publiek te verrassen en te amuseren. Zijn werk toont meer diepte dan een oppervlakkig beschouwer ziet. Opvallend is dat zijn oeuvre voor een belangrijk deel tijdloos is. Zeker wanneer komende generaties komieken en cabaretiers uit dat vele werk mogen putten. Dan zou misschien blijken dat Freek de Jonge de William Shakespeare van het Nederlands cabaret is geweest. Ik hoop vooral niet dat ik herinnerd word als iemand die een paar keer op televisie en in een talkshow iets verkeerds heeft gezegd, waardoor een groot deel van het publiek afhaakt. Want dat zijn incidenten geweest. Dat als je dat in zuivere tijd bij elkaar optelt, kom je op 5 minuten ja. Tegenover 150 uur repertoire. Dus maar goed, ons land is klein. Dus je hebt best kans dat je dus in die obituaries krijgt van gevierde komiek werd op het laatst zuur. Is ook volstrekte onzin, want ik heb inmiddels alweer vijf luid bejubelde programma's gemaakt. Dus en ik ben een optimist en een gelukkige mens. Ik wens je al het goede. Dankjewel.